Vergeet niet te abonneren. Ja, vandaag in deze video heb ik iets heel leuks te vertellen. Hè? Want voor we gaan vertellen, we gaan eerst nu naar beneden. Ja, en daar zijn we weer beneden. Want ik ga iets vertellen over de Efteling. Want er zijn door een aantal attracties nog gesloten. Ja, ik ga... Ik begin eerst even met het goede nieuws eigenlijk. Want het lijst met gesloten attracties wordt al minder en minder. Want er zijn nog 1, 2, 3, 4, 5, nog 6 attracties die nog in onderhoud moeten. En die ook bijna ook weer open gaat. Maar op 28 juni 2024, dan gaat de Piranha weer open. Maar in mijn gevoel lijkt het wel dat het gewoon aan afronden zijn. Want soms klopt dat niet heel erg vaak. Dat ze misschien eerder open gaat of niet. Of bijvoorbeeld in een onderhoud gaat. Maar ik ga nu eens even vertellen. Nu ga ik je eens vertellen over de Efteling. Want ik ben even aan het bekijken van Bart. Want ik zeg de hele woord niet, gewoon Bart. Even kijken hoor. Het is een video van afgelopen winter Efteling. Van 2024. Want toen ging. Hoe heet het ook weer? Oh ja, de vliegende Hollander in onderhoud. Maar gelukkig is hij weer open. Maar er is een kleine toevoeging aangebroken. Aangepast. Het gaat over het water. Want het oude water die is helemaal vies geworden. Helemaal groen. Een beetje driftig. Ja. Maar gelukkig is het weer hartstikke nieuw geworden. Maar ja, als je meer willen weten van de Efteling, ga sowieso naar mijn YouTube kanaal. YouTube-vlog van Jorger. Ja, want daar vind je ook alles niks van de Efteling Journaal. En over Efteling Journaal gesproken, volgende week maandag ga ik een aantal beelden even opnemen van de Efteling Journaal voor dinsdag. Want dan krijgen jullie echt te zien in de Efteling zelf, in de plaats van de plattegrond. Maar ja, maar ik zou eerlijk zeggen, dat is afgelopen week was hartstikke vies weer geworden hier in Vlaanderen. Regen, hagel, onweer, jongen. Maar gelukkig, gisteren niet, wel eventjes regen. Ja, maar wij gaan vandaag, gisteren. Ja, deze video is gisteren opgenomen. Soms raak ik alle video's uit de rit, want dan kom ik daar later ook wel even op. Maar ja, gisteren hebben we ook lekker gebarbecued. Was hartstikke lekker. Het was ook droog, tenminste geloof ik. Maar ja, weet je wat? Wat zou ik nog meer vertellen over gisteren? Ja, niet zoveel eigenlijk. We hebben gisteren gewoon lekker chillen dag van gehad. Gewoon met vader en ik naar de winkel geweest voor de barbecue. We waren ook even langs een andere soort winkels geweest. Want ik noem me alle... Want ik ga nu proberen in mijn video's op alle... de namen van de winkels niet op te noemen. Dan word je gewoon gesponsord. Zo daarvan. Maar ik dacht, dan ga ik gewoon de naam van de winkels niet opnoemen. Want als je dat echt wil doen, dan moet je gewoon vragen aan de winkels om reclame te maken of dat je gesponsord wordt. Maar bij mij is het nog niet, want ik heb de webshop is er nog niet. En een andere soort dingen ook niet zo heel veel. Maar over de webshop gesproken, ik praat te veel over de webshop. Het is gewoon mijn fantasiedroom. Het kan nooit een keer gaat gebeuren, of wel of niet. Maar we zullen allemaal bekijken, want dit is gewoon mijn fantasiedroom. Maar als het droom misschien
uitkomt tenminste, misschien hè. Dat komt wel, maar als het niet zo is, dan laat ik jullie nog even weten. Ja. Oh, nou ja. Dan ga ik deze video afronden. Maar niet hier in de woonkamer, want ik zit de hele tijd hier lopen. Oké. Heen en weer te lopen. Ik ga naar buiten. Oké, het is tijd voor de afronding van deze video. Volgens mij weer een top video. Morgen ben ik er weer. Hoop dit YouTube kanaal weer te zien. Ik vergeet één klein dingetje te vertellen over de Efteling. Ik neem alleen de telefoon mee. Maar deze camera valt ontzettend op in het park, Rick. Want als ik wil filmen, gebruik ik gewoon mijn telefoon. Dit is maar één ding te zeggen. En dat is later. Later. Abonneer maar gauw. Later. Abonneer maar gauw. Als je geabonneerd bent, dan voel ik me blij.